Nou ja, we zijn dus hier op de lokale Veteranendag van de gemeente Landverkuik. Hier ontvangen wij zeg maar, alle oud-militairen, veteranen, uitgezonden door de Nederlandse regering naar allerlei brandhaarden in de wereld. En daar willen wij een stukje dankbaarheid voor tonen, wat ze allemaal gedaan hebben. En die dankbaarheid wordt dan getoond door de gemeente eigenlijk. Wat ik heel erg belangrijk vind om aan te geven, is dat niet iedere veteraan per se PTSS hoeft te hebben. Daar is veel aandacht voor en terecht. Die jongens die moeten, en meisjes, die moeten geholpen worden. Maar er zijn heel veel veteranen, net als ik zelf, die gewoon een goede uitzending hebben gehad, daar goede herinneringen aan hebben. Zodra je eenmaal op uitzending bent geweest, dan ben je veteraan. En als je ziet hoe weinig veteranen uiteindelijk met problemen terugkomen, is maar goed ook. Dat betekent dat het hele voortraject, het hele keurstraject, is natuurlijk goed geweest. Wat we eigenlijk doen is een tafel neerzetten met stoelen eromheen en iedereen gaat gezellig zitten kletsen wat hij allemaal meegemaakt heeft. En dat verhaal is uniek voor de militair eigenlijk, die uitgezonden geweest is. De missie waar je naartoe gaat, die wordt nooit op de juiste manier in de Nederlandse pers weergegeven. En toch is elke missie weer anders. En die verhalen die worden hier straks met elkaar gedeeld. Onder het genot van een lekker stukje muziek, een lekker drankje. En aan het eind de traditionele Indische maaltijd. Die wij dan bij Defensie altijd de blauwe hap noemen. De laatste uitzending was in Mogadishu in Somalië. Maar daar waren we wel bezig. En we moeten zorgen dat in ieder geval de mensen daar wat meer menswaardig bestaan konden leven. Natuurlijk een terroristenorganisatie die er bezig was om de mensen hier ervoor te zorgen dat ze een heel slecht leven hadden. Dat willen wij natuurlijk niet. Dus daar stuurden ook vanuit de EU Nederland militairen naartoe. Om daar in ieder geval orde, in ieder geval de zaak daar behoorlijk te verbeteren. Als gaat de omstandigheden voor zowel, vooral ook meisjes en vrouwen. Dat hebben we goed gedaan. Veteranen zijn mensen zoals jij en ik. En sommige mensen kunnen wat beter omgaan met stressvolle omgevingen dan anderen. Maar de meesten die rennen het gewoon prima. En ik denk dat dat meer dan 90% is, dat er gewoon verder geen last van heeft. Dames en heren, veteranen. Traditie, verbondenheid en historie. Zij brengen ons hier vandaag samen. Voor een moment van respect en bezinning. Voor een moment van samen. De gemeente Landverkuik vindt het heel belangrijk dat we de veteranen ook laten merken dat we ze waarderen. En dat doen we dus één keer per jaar rondom Landelijke Veteranendag. Die is 29 juni, maar vandaag zijn we hier in Overloon. En komen er zo'n 450 veteranen uit het Landverkuik hier naartoe. We hebben er ongeveer 600, dus een hele mooie opkomst. En ik vind het heel prettig dat ik die waardering ook namens inwoners van Landverkuik aan de veteranen kan overbrengen. En misschien hebben we soms van de veteraan een beeld wat maar ten dele klopt. Een oudere man, blauwe blazer, rollator en een borst vol onderscheidingen en medailles. En ik hoor vaak dat veteranen zelf ook dat beeld hebben en zeggen: ik voel me geen veteraan. Of andere veteranen verdienen het meer. En we denken dan bijvoorbeeld aan de Indië-veteranen die de basis hebben gelegd voor veteranenzorg en erkenning. Of de militairen die hielpen ons land te bevrijden in de Tweede Wereldoorlog, dit jaar 80 jaar geleden. Deze bevrijders eren we als helden en het is ook een bijzondere categorie aan wie we veel dank zijn verschuldigd. Maar soms kunnen hedendaagse veteranen zich daar niet in herkennen. En misschien moeten we ook het beeld van de veteraan als oorlogsheld nuanceren. Want in een oorlog bestaat geen zwart of wit, maar is heel veel grijs. Tot slot wil ik stilstaan bij het feit dat we ook vandaag allerlei militairen op allerlei plekken in de wereld uitgezonden hebben. Of het nou in Irak is, in Litouwen, op zee, op diverse plekken. En ook op plekken waarvan we het misschien niet op dit moment kunnen benoemen, maar waar ze wel zijn.
Er zijn op dit moment heel veel jongeren die zich aanmelden. En juist door de omstandigheden in Europa en in de ring daaromheen, we zien heel veel aanmeldingen. Veel jongeren voelen zich aangetrokken tot het beroep van Defensie, gelukkig. En ik hoop dat dat zo blijft. En dat veel jongeren de weg vinden richting Defensie. Er is ontzettend veel mooi werk te doen bij ons. Kapelmeester, signaal, tap toe. Ik ben zelf in Afghanistan geweest. We hebben daar 25 kameraden, 25 collega's verloren die het hoogste offer gebracht hebben. Ja, dat heeft een enorme impact. We organiseren dan wat wij noemen een ramp ceremony. En dat is eigenlijk een ceremonie op het vliegveld vlak voordat de kist ingeladen wordt terug naar Nederland. En dat weet ik uit eigen ervaring, zijn zeer emotionele momenten. Ook voor wat te boek staat als keiharde militairen. Dat mag ik je gerust vertellen.